Als er één branche is die hard getroffen wordt door het coronavirus, dan is dat de branche toerisme en recreatie. Net nu het toeristisch seizoen gaat losbarsten, breekt de coronacrisis uit. Mark Hikspoors is voorzitter van de lokale toerisme- en recreatieondernemers in Zomeren. Mark Hikspoors, voorzitter van de lokale recreatieondernemers. Recreatie en toerisme, daar komt dit jaar niks meer van terecht. Nou, laten we hopen dat het niet dit jaar is. Het is wel op dit moment een drama in onze sector. Eigenlijk de hele vrije tijdseconomie is door ingrepen van de overheid natuurlijk tot stilstand gekomen. Iets wat we als sector wel begrijpen, dat we met ons allen moeten letten op ons aller gezondheid. Praktijk is wel, zal ik zeggen, dat heel veel bedrijven die nu midden in het hoogseizoen moeten draaien, die nu eigenlijk hun boterham moeten proberen te verdienen, op last van de overheid helemaal stil zijn gezet. En dat betekent dat kerngezonde bedrijven, zoals wij er eigenlijk ook eentje zijn, maar ook veel van onze collega's, nu in een groot zwart gat kijken en zich opeens zorgen moeten maken over hun voortbestaan. Ja, dit is echt rampzalig. Dit is echt rampzalig, ja. Ja, en er zijn branches, daar kunnen ze nog een alternatief voor zoeken. Jullie hebben geen alternatief. Dit is wat het is. Dit is toerisme, recreatie. Je kan maar één ding doen. Poort openzetten en hopen dat mensen binnenkomen. Ja, ja, en dan specifiek voor ons bedrijf. Wij zijn een maatje groter, dus we vielen al heel snel boven de 100 mensen. We zitten in Brabant, waar ja, natuurlijk de problemen het grootste waren. Dus wij zijn vanaf de eerste dag eigenlijk helemaal 100% gesloten. En ik heb de hele dag alleen maar telefoontjes met klanten die niet kunnen komen. En de positieve energie die we normaal kunnen stoppen in samen weer een toekomst met elkaar afspreken. Dit kamp en eventueel een volgend kamp, et cetera. Zijn we nu maar aan het praten van ja, kunnen we de boel cancelen. Zodat we allemaal kunnen gehoor geven aan hetgeen wat de overheid van ons verlangt. Ja, en dit seizoen is dan helemaal om zeep? Of heb je nog een soort nazomer als je gelukt? Nou, wij zijn eigenlijk 12 maanden per jaar open. Maar dat geldt niet voor alle toeristische bedrijven. Die draaien echt het seizoen waar de Paas het begin is en dan ergens in september, oktober het eindigt. Maar als ik eerlijk ben, bij ons is het natuurlijk voor omzet betreft diezelfde 6 maanden. Dat zijn de maanden waar het gebeurt. En de eerste hap is er al afgebeten. Het lastige is ook, kijk, ieder bedrijf maakt wel een plan B van als het een keer minder gaat. Maar een plan B dat je van 100 opeens terug naar 0 gaat en de onzekerheid hebt dat je niet weet wanneer dan er weer enige opening ontstaat, maakt het heel lastig om nou weer verder te gaan. En de maatregelen die de overheid genomen heeft om ons tegemoet te komen, ja, die gelden helaas nog niet van de recreatiesector. Op een of andere manier heeft de Rijksoverheid bedacht dat de recreatiesector niet tot de getroffen sectoren... Ja, waarom zou dat zijn? Dat weet ik niet. Er zijn lijsten gemaakt van branches die getroffen zou worden, maar de hele recreatiesector, in ieder geval de verblijfsrecreatiesector, die ontbreekt daar. De collega's van de horeca staan er wel op, maar wij ontbreken daar. Maar ik denk dat een van die ambtenaren die lijst gemaakt heeft, misschien eens een rondje langs onze bedrijven zou moeten doen. Want die zal er vooral heel veel niks zien, geen gasten. Ja, misschien heeft ze zelf niet gedacht aan dat de paasvakantie aankomt en de zomervakantie. Ja, dat is wel ja. Raar natuurlijk. Ja, dat is raar. Ja. Kijk, één ding is zeker, als de overheid niet iets kan verzinnen om ook financieel de pijn te dempen, dan gaat de hele toeristische sector failliet. Omdat eigenlijk niemand overleeft maanden van nul inkomen. Omdat ja, we hebben een prachtig bedrijf, we hebben natuurlijk ook veel vastgoed erin zitten en allemaal andere rekeningen lopen door. Hopelijk komt er binnenkort voor ons allemaal in Nederland een maatregel zodat ik al mijn collega's in ieder geval kan blijven doorbetalen. Maar ja, voor veel recreatiebedrijven is omdat het terrein groot is, er zijn ook heel veel andere kosten die gewoon allemaal doorlopen. En uiteindelijk betekent voor iedereen die wel moet blijven geld uitgeven, maar geen inkomsten heeft, helemaal nul, dat er een eindstreep is. En die eindstreep die hoop je dat die niet eerder is dan voordat de maatregelen weer over zijn. Ja. Als voorzitter van lokale ondernemers, heb je contact met jouw collega's? Ja, maar niet georganiseerd op dit moment. Wij komen ook niet bij elkaar. Wij proberen wel hier en daar vragen te beantwoorden. Maar ik denk en ik merk ook wel dat ook heel veel mensen nog bezig zijn, net als ik, met het ruimen van de eerste pijn. We hebben afzeggingen waar we iets mee moeten doen. We hebben maatregelen die je moet treffen in je bedrijf om te kijken van hoe je terug kan schalen naar een soort standstill. We zijn allemaal dingen aan het doen die we eigenlijk dagelijks niet doen. En ik merk bij al mijn collega's, en dat maakt niet uit of het een verblijfsrecreatie zit of een dagrecreatie, dat het gewoon heel veel verdriet oproept. En dat mensen dat ook wat dat betreft consumeert. Wat wij wel gedaan hebben, dat hebben we al gedaan aan de recreatiewethouder, maar dat verzoek gaan we straks ook nog een keer doen aan de raad als geheel. We hebben verzocht, specifiek voor de verblijfsrecreatiesector,
of de gemeente, want die gaat over de toeristenbelastingen, of ze voor de toeristenbelastingen van de aanslag van vorig jaar, of ze die misschien niet zou kunnen sturen. Dat is voor de gemeentelijke begroting een kleine stap, maar misschien net het overleven van de recreatiesector helpt het een maand of twee maanden die rekeningen te betalen. En dat was heel fijn, we waren met de wethouder samen plannen maken om hoe we de recreatiesector konden laten groeien in de toekomst. Maar ik denk dat we één tussenstapje moeten doen. Dat we vooral moeten zorgen dit jaar dat we zoveel mogelijk proberen overeind te houden wat we hebben. Anders hebben we niks om verder te groeien. Nou, dat verzoek hebben we in ieder geval aan bestuurders al gedaan. En ik weet natuurlijk, de gemeenteraad gaat erover en heeft op dit moment ook andere dingen in zijn hoofd. Maar acute liquiditeit is voor ons bedrijf absoluut van belang. Dat geldt voor alle verblijfsrecreatiebedrijven. Dus we gaan zo'n verzoek binnenkort doen. En ik merk ook wel, dat over het algemeen door bestuurders positief gereageerd wordt dat ze willen doen wat ze kunnen. Terwijl ze ook natuurlijk, op dit moment niet precies weten wat er nodig is. Eén ding voor de recreatiesector, dat is glashelder. We hebben nul klanten, we hebben wel rekeningen en we hebben heel snel het einde in zicht. Dus als er iets moet gebeuren, moet het snel gebeuren en dan moet het substantieel zijn. En ja, waar de gemeente een rol kan spelen toevallig is in de gemeentelijke belasting. En verder is de, hopen we dat we het samen redden. Ja, en dat het gauw voorbij is natuurlijk. Dat je nog een beetje zomer krijgt. Ja, ik hoop dat het gauw voorbij is. Maar ja, we lezen allemaal de krant en we zien allemaal de pers. De zorgen zijn nog niet over. En dat betekent dat er nieuwe boekingen, die komen er eigenlijk al amper. Want iedereen is, ook onze klanten, zijn met andere dingen bezig. En bestaande boekingen gaan helaas alleen maar de boeken uit in plaats van de boeken in. Ja, we hebben allemaal de economische crisis overleefd en ook de hagelcrisis hier in zomer. We hebben in zomer redelijk wat klappen gehad, ja. En dit lijkt nog erger te worden. Dit is het ergste. Dit is het ergste. Er is wel één fundamenteel verschil met de vorige crisis. En dat meen ik ook. Ook onze bank en meerdere banken proberen wel mee te denken binnen hun mogelijkheden. Maar ook voor banken en net zo goed voor bedrijven is het lastig. We hebben geen idee wat op ons afkomt en hoe lang het duurt. Wij kunnen eigenlijk daarmee met banken alleen maar pijn vooruitschuiven. Maar pijn vooruitschuiven compenseert niet een gat wat niet meer op te vullen is. Alle recreatiebedrijven die verkopen als het ware tijdsvakken. Een plaats in een tijd. En tijd kun je niet opschuiven. Dus op het moment dat tijd weg is, en dat stuk van het seizoen weg is, of misschien al een groot stuk van het seizoen weg is, dan is er een gat in de begroting van die bedrijven die op geen enkele manier meer te compenseren is. Een productiebedrijf heeft soms nog mogelijkheden om een stuk productie te verschuiven. Wij hebben die tijd niet, want we kunnen moeilijk zeggen van ja, volgend jaar Pasen komen er gewoon twee keer de groep in hetzelfde gebouw. Dat gaat het niet worden. In die zin hebben wij geen reparatiemechanisme. En ja, is het wat dat betreft al heel erg pijnlijk. Goed, we hopen op betere tijden, Mark. Ik wens je veel sterkte en jouw collega. Als wij volgend jaar een interview mogen doen over hoe goed het allemaal weer is aangetrokken, dan besta ik volgend jaar nog en dan zien we elkaar een goede gezondheid. En alle twee zou ik erg op prijs stellen. Dirk, manager van de golfbaan De Swinkelse, toch gewoon aan het werk. Ja, we zullen wel moeten. Hè? De natuur staat niet stil, dus de baan, het gras, alles blijft groeien, het onkruid blijft gaan en de bladeren blijven nog steeds wat vallen. Dus we proberen met man en macht binnen de mogelijkheden om alles zo goed mogelijk te onderhouden eigenlijk. Ja, het is wel onwezenlijk, hè? Want zo hoort een golfbaan niet te zijn. Hè? Ja, en eigenlijk zonde, hè? Want het is nou het moment dat de mensen lekker naar buiten zouden kunnen en een lekker balletje kunnen slaan. Maar goed, aan de andere kant, we moeten ons allemaal aan de regels houden en ik denk dat het ook het beste is. Ja? Dus gelaatheid is er wel? Absoluut, absoluut. Belangrijk op dit moment dat de mensen gezond zijn. En wij zorgen er wel voor dat die baan in orde is. Straks alles achter de rug is, dan is iedereen weer van harte welkom hier. Ja, kan nog wel een tijdje duren? Dat kan zeker nog een tijdje duren, ja. Ja, als lang als nodig is. Ja. Dus geen golf, ook die mensen illegale golven? Nee, absoluut. We zien er ook op toe. Maar ik moet zeggen dat iedereen zich er ook netjes aan houdt. Hoor. We hebben nog niemand gezien hier die stiekem met een tasje binnen kwam lopen. Waar het niet? Nee. Harry en Hendrik Swinkels van de golfbaan De Swinkelse. Hoe kom je de dag door, Hendrik en Harry? Oh, wij zijn zelf wat klusjes aan het doen op de baan. Ja. Op het moment zijn we wat dan in tussen hol 2 en 3 aan het uithalen en die verzetten we weer weg. En, ja, je moet toch wat doen, hè? Ja. Maar goed, op een gegeven moment moest de golfbaan dicht, dat viel toch wel hard, denk ik, of niet?
Ja, dat is niet fijn als je met zo'n mooi weer de zaak moet sluiten. Nee, ja. En dat komt nog mooi weer. Ja, gelukkig wel. Is het seizoen nou voor jullie dan zeg maar hopeloos geworden of niet? Nee, daar kan ik nog niks van zeggen. Het belangrijkste vind ik gewoon dat iedereen gezond blijft en dan zien we wel weer. Ja. Dus jullie, komt de tijd wel door? Wij komen onze tijd wel door. En dan wacht je braaf tot er weer de zaak open mag? We wachten braaf tot iedereen weer van alles mag en dan zien we wel weer hoe dat dan is. Ja.